de eer te geven. En vandaag doen we het op ons manier. Dat is een proefje. Doe het op verschillende manieren. En volgens mij had je al een voorgevoel. Nee, echt niet. Mm-mm, echt niet. Nee. We hebben hier een hart. Zie je? Wow. Een hart. Dat hart van haar is zo groot. Dat ze alle mensen hier kan dragen. En daarom willen wij jou ook het liefdeshart geven. Als ik dit kon trekken, of jij niet naartoe kon vliegen, had ik het gedaan. Irene, mag ik jou namens Maureen, Yvette, Marion en alle vrouwen die je niet kennen, vandaag als Jaja Uma van Zuidoost laten eren. Applaus daarvoor. Je bent meer dan diamantjes waard. Dan geven we jou. Je hebt het verdiend, schat. Dank je, dank je, dank je voor je inzet. Dank je. Irene is ook de eerste mantelzorger geweest in Zuidoost. En dank u jullie er hartelijk. Naar respect aan mijn zakafasie, dan je bariwa. Bedankt, want zonder jullie echt, dan had ik ooit ook niet bereikt wat ik bereikt heb. Tot nu toe. Als jullie er niet waren, stond ik misschien ook niet hier, mantelzorgers. Ik heb mijn best gedaan in het verleden, maar Lisette. Dus je zei het niet, maar ik moet nog even wat, een kleine correctie. Ze kan in de eerste mantelzorger geweest zijn. Maar ik roep je zo okay. Dank je wel voor de waardering. Maar inderdaad, ik heb keihard gewerkt. Een soort trainer geweest. De jonge mantelzorgers ben ik heel actief mee bezig geweest. Het platform Mantelzorg van Amsterdam, vanaf het begin heb ik daar ook voor terug. En nog een aantal andere dingen. Te veel om op te noemen. Maar wat ik weet is dat we wel mantelzorg op de kaart hebben gezet. En vooral in Zuidoost zijn we zeer actief geweest. En we gaan door. Het is nergens gestopt, want ontwikkeling gaat verder! Ja. Alsjeblieft! Bas, haal!